Mijn naam is Laurie Nielsen. Kom jij ook voor de keurtest? Ik wil bijna weer die huidprobe was. Afgelopen weekend vond in de Smeelhoven in IJsselstein de uitvoering Verfstreken van jeugdtoneel Crescendo plaats. Willem Hoebe regisseerde de enthousiaste jongeren. We hebben vanavond voorstelling met Crescendo hier in IJsselstein. De jeugdvoorstelling Verfstreken gaat in première vanavond. We zijn al verschillende weken, maanden bezig met de jeugd. En het mooie is dat de jeugd heel veel inspiratie heeft geleverd voor het stuk. Middels improvisaties, wat we in het begin van dit traject gedaan hebben, is het stuk ontwikkeld eigenlijk. Dus de rollen die de kinderen spelen, hebben ze zelf verzonnen, zelf verhaallijnen verzonnen. En ik heb die brei aan elkaar gemaakt voor deze voorstelling vanavond. En die brei mondde uit in een verhaal over een gestolen schilderij. De 8 jeugdleden op de bühne zaten duidelijk helemaal in hun rol. Ik ben een boer en ja. Wat moet je allemaal doen? Ik moet het schilderij stelen en dat is eigenlijk het hoofdding wat ik moet doen. En hoe ziet jouw personage eruit? Ik heet Evie Verlinde en ik ben een rijk meisje. Mijn ouders zijn rijk. En het schilderij is dan dus ineens gestolen en dan kom ik thuis en dan hangt het schilderij ineens thuis. Dus blijken mijn ouders het van de dief gekocht te hebben. Vlak voor de première is de spanning bij de acteurs in de coulissen natuurlijk om te snijden. Ja, ik ben nooit van tevoren zo spannend, maar als ik dan echt erachter sta en het begint echt, dan voel ik dan een beetje kriebelen en dan denk ik gewoon, ja, geniet er vooral van, want je bent natuurlijk heel lang bezig om het toneelstuk te maken en het is dan zo voorbij. We vinden het ontzettend leuk. We vinden het fijn dat er zoveel animo is vanuit de spelersgroep natuurlijk. Vooral jeugd uit IJsselstein, af en toe ook eentje van buiten IJsselstein, vinden we ook heel fijn dat dat mogelijk is. En leuk als ze een volle zaal trekken, dat andere kinderen en ook volwassenen kunnen genieten van zo'n avondje toneel. Niet alleen de repetities, maar ook het regelen van het decor, de grim en de PR slurpt veel tijd op. Ja, best wel veel. Er gaat stiekem heel veel tijd in zitten. Maar we vinden het vooral heel erg belangrijk dat de jeugd in IJsselstein de mogelijkheid heeft om toneel te spelen. En we vinden het heel mooi dat we sinds 2 jaar ook vanuit onze eigen jeugdleden doorstroom hebben naar ons volwassen toneel. En het volwassen toneel van Crescendo is nu druk bezig met de repetitie van Dubbel Op. De klucht van John van Eert zal in november te zien zijn. De plaats van de misdaad. En...